activiteitsgraad in Wallonië is nog aan het zakken. Terwijl die in Vlaanderen eindelijk naar de 80% gaat, ondanks alles, is die in Wallonië nog gezakt. 35% van de mensen op actieve leeftijd werkt daar gewoon niet. En de PS is de partij van die mensen. En lees die interviews met Mayet. Die zegt letterlijk, wij zijn het Zweden aan de Noordzee. Ik denk dat die werkelijk, dat is bijna pathologisch. Het Zweden aan de Noordzee. Alles gaat goed. We hebben het grootste tekort van heel Europa. Activiteitsgraad gaat stilvallen. Dat zegt, de voorspellingen zijn zeer negatief. De begroting is ook structureel ongezond, ja. Dus het komt niet vanzelf goed. Dat komt maar je zegt, we zijn aan het, ja. En dan moeten we aan de hervormingen beginnen met iemand die zegt, we zijn in een perfecte toestand. Mijn kiespubliek is bediend, je uitkeringen zijn verhoogd, de langdurig werklozen zijn verzorgd. Punt je zit met de BTP nog op zijn dak, dus nog linkser partijen beconcurreren hem. En daar ga je nu mee onderhandelen. Terwijl we bijna een jaar voor de verkiezingen zijn, over de meest gevoelige dossiers zijn de pensioenhervorming, arbeidsmarkthervorming. Eigenlijk zeg ik heb er mijn twijfels bij.